Hoe start jij nu een succesvol kledingmerk? Ik ben Laatje Buchan, eigenaar van het kledingmerk Buchan. En in de afgelopen 3 jaar tijd heb ik super veel geleerd over hoe je een merk moet starten. Ik heb al ruim 15.000 volgers gehaald op Instagram en ook al ongeveer 5.000 bestellingen gehaald. En in deze video ga ik jullie precies vertellen hoe ik het gedaan heb. Dus kijk zeker tot het einde om te kijken hoe jij succes moet behalen. Ik ga gewoon direct invliegen. De eerste stap die je moet doen is denken van wat voor soort merk wil ik zijn. Wil je eerder een streetwear merk zijn? Wil je eerder een skatemerk zijn? Wil je eerder een chiquer merk zijn? Er zijn van alle soorten kledingmerken in deze wereld, dus er zijn echt heel veel opties. Je moet gewoon kijken van wat vind ik mooi. Dus eigenlijk is er voor iedereen wel iets. Maar je moet gewoon nadenken van, als je de zoveelste random print op een t-shirt doet, is de kans best wel klein dat je aanslaan. Je moet ook een markt zoeken waarin je jouw merk wil presenteren, zeg maar. Bij Buchan ben ik bijvoorbeeld in de streetwearmarkt en in de Belgische markt, waardoor dat super goed werkt, omdat er heel weinig streetwear is in België. Je moet gewoon kijken naar welke soort merken jij zelf nice vindt. Als je fan bent van Vicinity, Lost Boys en van al die zo streetwear-achtige merken, dan moet je eerder daar naartoe neigen. Maar als je eerder een fan bent van zo Stussy en van Thrasher en van Supreme een beetje, en van Scurp en zo, dan moet je eerder een skatemerk starten uiteraard. Zo moet je ook een beetje zien van wat vind je zelf nice en daarom kan je dan zeg maar jouw merkidentiteit vormen. En als je meer wilt over merkidentiteit kan je deze video checken. Dus ja, dat is de allereerste stap. Gewoon denken van wat gaat mijn merk zijn? Wat wil ik voorstellen met mijn merk? Voor wie is mijn merk? En als je dat een beetje hebt, dan kan je uiteindelijk aan de volgende stap beginnen. Maar raad zeker aan dat je niet te lang aan deze fase spendeert, zodat je niet beu gaat geraken en gewoon gaat willen stoppen. Het is natuurlijk nice om te denken, iets te maken en dan iets uit te brengen, iets fysiek te hebben. Dus als je de hele tijd zit te brainstormen, gaat het uiteindelijk een beetje saai worden. Dus ik raad aan dat je niet meer dan een maand aan deze stap spendeert. Alright, stap 2. Deze stap is ook zeer belangrijk, het is ontwerpen maken voor je kledingmerk. Ik doe alles persoonlijk in Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Dat zijn betaalde platformen, maar er zijn ook heel veel gratis varianten, dus dat kan je ook even googlen. Ik heb al mijn design skills geleerd via YouTube tutorials, dus het is zeker mogelijk om alles gewoon uit jezelf te leren, uit YouTube tutorials, van andere mensen leren, uit boeken. Maar als je geen zin hebt om te ontwerpen, om die skill te leren, of als je gewoon geen tijd hebt daarvoor ofzo, je wilt eerder met de business side bezig zijn, dan kan je ook mensen betalen om te ontwerpen voor jou, oftewel vrienden, oftewel mij, oftewel kan je op Fiverr gaan, of andere websites gelijk Fiverr. En daar kan je mensen betalen om ontwerpen te maken. En soms kan dat ook zelfs heel goedkoop zijn. Dus misschien is dat zelfs een goede optie voor jou. Moet je zelf een beetje weten wat je zelf wilt. En in deze fase moet je ook een beetje nadenken over wat voor soort print wil ik. Wil ik eerder bedrukking? Wil ik eerder borduring? Dit is nu een combinatie. Dit is bedrukt, dit is geborduurd. En dat is ook super nice, maar natuurlijk gaat het dan duurder zijn. Als je alleen een bedrukking pakt, is het goedkoper. Als je borduring pakt, is het duurder. Dus dan moet je ook een beetje kijken van wat wil ik. Er zijn ook verschillende andere bedrukkingen, gelijk flexdruk of DTG. Moet je zelf maar een beetje googlen. Dat is ook redelijk simpel. Ik heb ook een video erover gemaakt. Dus ja, dan moet je gewoon even nadenken erover in deze fase van wat wil ik. En nu een van de leukste fases. Vanaf dat je eerste item bedrukt is, kan je beginnen met promotie maken. En deze tijd doe je dat best via social media en via influencers. Het beste platform tegenwoordig om bereik te halen zonder dat je iets van volgers hebt, is TikTok. TikTok is super machtig omdat je viral kan gaan zonder dat je zelf maar één volger hebt. Dus je kan 1 miljoen views zeg maar halen zonder dat je één volger hebt. En dan kunnen super veel mensen je merk zien zonder dat jij er geld in moest steken of zonder dat jij er eerst super veel werk in moest steken. Je kan een paar video's maken. En ook als je een video maakt en je hebt niet viraal en de volgende dan wel, het maakt allemaal niet uit. Het is niet dat je geld verspild hebt aan die ene niet-virale video ofzo. Je moet gewoon proberen heel de tijd uploaden, de trends volgen. En zo uiteindelijk ga je groeien. En het is dan best wel handig om die volgers door te sturen naar Instagram. En zo een grote Instagram-following op te bouwen. Want op Instagram is het makkelijker om te communiceren met mensen via DM's en via stories. Dan kan je dingen aankondigen. Kan je zeggen van, ah, shipping duurt nog zo lang. Zo'n soort dingen. En kunnen mensen jou een DM'tje sturen van, yo, waar blijft mijn bestelling? Of, yo, supercoole trui. Dus dat is super, super handig. En dan een andere manier om veel bereik te krijgen zijn influencers. Vaak kan je gewoon een t-shirt of een trui opsturen naar mensen met redelijk wat volgers. En dan gaan zij er een foto mee maken of een Instagram-story. En het coole daarbij is, enerzijds heb je die volgers van hun die doorstromen naar jouw pagina, maar anderzijds heb je ook een coole foto van iemand die je draagt. Wat allebei super nice is, dat is ook een win-win. Dus je hebt eigenlijk de content dat je zelf ook kan delen op jouw Instagram en jouw TikTok pagina. Maar je hebt ook de volgers van hun die dan komen kijken naar jouw kleren en wat je hebt. En als je een influencer vindt die perfect past bij jouw brand, dan is dat super nice. Dan past allemaal mooi samen. Bijvoorbeeld een fitness influencer en een fitness brand. Dan kan je dat perfect koppelen. En dan de mensen die into fitness zijn gaan zien dat hij die t-shirt draagt bijvoorbeeld. En dan naar jou doorstromen. En die zien ook cool, die verkoopt een fitnessbroek, een fitness t-shirt. En dan gaan ze dat bestellen omdat ze ook into fitness zijn. Je moet gewoon de juiste influencers kiezen en dan gewoon een vriendelijk bericht sturen van, yo, heb je interesse in deze trui? Ik wil die wel opsturen naar jou in ruil voordat je dan een fotootje maakt ofzo. Dus ja, dat zijn de beste manieren om te promoten tegenwoordig. Je moet niet superveel geld steken in advertenties ofzo. Dat is super handig. Je kan ook gewoon organic, gewoon gratis viral gaan. Volgers bijkrijgen. Wat super handig is in deze tijd.
Dus maak er zeker, zeker gebruik van. En als je alles goed doet, dan gaan de orders binnenstromen. Dus dit is eigenlijk een van de belangrijkste stappen. En nu mijn final tips. Dit zijn misschien wel de belangrijkste tips van deze hele video. Het is zeer belangrijk dat je blijft doorzetten en blijft verbeteren. Het eerste half jaar bij mij ging ook super slecht. Ik had amper bestellingen. Ik had zo een broek die echt totaal niet goed eruit zag. Een paar t-shirts en zo. Dat is allemaal totaal niet binnen de stijl wat ik nu heb. Dus veel mensen kunnen gedemotiveerd ervan geraken. Maar ik ben blijven doorzetten en uiteindelijk 3 jaar later heb ik mijn eerste schoenen gemaakt. Bam! Heb ik ongeveer 5000 bestellingen verzonden, wat ook echt super nice is. Dank jullie wel allemaal. En begin ik mijn eerste werknemers aan te nemen. Dus guys, het is echt aan het groeien. Het is echt super nice. En ik wil gewoon aantonen dat het zeker allemaal mogelijk is. Je moet echt gewoon blijven doorzetten. Dat is het nummer 1 belangrijkste ding. Ik wens je alvast veel succes. Moest je nog vragen hebben, zet ze in de comments. Abonneer zeker. En kijk deze video als je nog eens wilt kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Salut!